De Amerikaanse ambassade heeft haar American Corner Movie Night program verhuisd naar TBL Cinemas. Dit gebeurde afgelopen woensdag middels de ondertekening van een Memorandum of Understanding tussen ambassadeur Edwin Nolan en TBL Cinemas directeur Erwin Emanuels. De American Corner blijft gehuisvest in het CCS en zal na een herinrichting weer toegankelijk zijn voor het publiek. De films die elke laatste donderdag en vrijdag van de maand gratis vertoond werden in de Eddie Wessels gehoorzaal, blijven ook gratis in de TBL Cinemas. Het verschil is dat meer personen toegang hebben tot de films in een moderne theaterfaciliteit. TBL-directeur Emanuel zei bij de ondertekening dat met deze overeenkomst een van de doelen van TBL Cinemas wordt verwezenlijkt. Namelijk om een ieder deelgenoot te maken van de theaterervaring.